Goedenavond. Ik ben Jo de Rijk en ik maak in het dagelijks leven comedy en kindertheater. Moeilijke opdracht zeker om zo'n kind iets aan te leren? Veel geduld. Ja. Ik ben vorig jaar naar Zweden gegaan. Ik heb daar een opleiding gevolgd bij Bob Bailey, dat is de beste dierentrainer ter wereld. En daar heb ik geleerd hoe je onder andere een kip kan africhten. Een domme kip, dat klopt niet. Sommigen wel. Moest ik er nu van mijn eerste keer al uitleggen, zou ik toch wel een beetje teleurgesteld zijn, denk ik. De halve finale is ook mijn doel. Als het niet helemaal goed doet, dan wordt het barbecue vanavond. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ben hier vanavond niet voor mezelf. Ik ben hier voor een dame waarvan iedereen zegt dat ze helemaal niks kan. Ik heb 6 maanden met haar gewerkt en vandaag wil ik voor heel Vlaanderen tonen dat zij op haar manier ook talent heeft. Dank je. Ah, wel, ik zou zeggen, doe je ding dan. Dank je wel. Nu, voor ik met de act kan starten, Rob, wil jij mij een cijfer geven tussen 1 en 10, alsjeblieft? 7. 7. Super, goeie keuze. 7. En Ray, wilt u ook een nummer geven tussen 1 en 10? 2, alsjeblieft. Oké, goed. 2. Nu, 7 plus 2, voor ons, dames en heren, is daar niks aan, is 9. Maar voor de dame die zo meteen komt, is dit een ongelofelijke uitdaging. Daarom wil ik u vragen, als dit straks goed gaat, geef haar dan al uw sympathie. Dan mag je juichen, applaudisseren, kindjes omhoog gooien, als maar lawaai maakt. Oké? Karen, ja? Zou jij voor mij 1 kleur willen selecteren? Nu, opdat de mensen niet zouden denken dat we iets hebben afgesproken, wil je zelf niet in de zak kijken, neem er gewoon eentje uit. Ja? En toon ze niet aan mij, als het kan. Ja, neem er maar 1 balletje uit. Toon het aan heel de zaal, behalve aan mij. En steek het balletje dan op een plaats waar ik het nooit meer kan zien. Oh, nou, not there. Is het gelukt? Ja? Dames en heren, dan komt hier voor u de dame. Dames en heren, curry! Dit is kipcurry. Voor een kip om te leren tellen is bijna onmogelijk. Voor een kip om gedachten te lezen kan niet. En toch gaan we daarmee starten. Karen, kijk diep in haar ogen. En denk aan je kleur. Antwoord gewoon 5 keer met ja. Zij gaat je stem en je lichaam lezen. Is dit de kleur die je hebt gekozen? Ja. Is dit jouw kleur? 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 Ja. Als dit goed gaat, ga ik zelf ook verbaasd zijn. Was blauw jouw kleur? Ja. 7 plus 2 is... Nu ben ik echt eens benieuwd, hè. Dames en heren, curry! Maar het is niet normaal. Hop. Hop. Ah! Curry, dank je wel. Je pakt de juiste kleur, je pakt de juiste zon. Die trekt dat koren. Treden jij zo op met dat? Ja. Ik heb nog heel veel acts met curry, met een getrainde goudvis. Er is nog heel veel dat wat? Ik kan komen. Ja. Dat wil ik zien. But goldfish, they only have 3-second memories, don't they? Well, maybe we'll see. I've seen a lot of things in my long life, but I've never seen a chicken cool. do that. And for that alone, I would like to see what you can do next with a rabbit, a dog, a cat, whatever. Wel, voor originaliteit alvast een dikke ja. Dank u. Ik kan niet wachten om de goudvis te zien, dus ja. So that makes a 1, 2, 3, yeah. Okay. 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 Okay.